Om mijn kledinglijn Mary Marion te ontwikkelen, haal ik inspiratie uit mijn eigen identiteit. Ontwerpen is niet alleen mijn hobby, maar ook mijn passie. Eén waar mijn levenswijze op gebaseerd is. Creatief zijn, ontwerpen, uit het niets iets creëren. Ik hou van muziek, lezen en me lekker terugtrekken in het bos om tot rust te komen. Daarom heb ik gekozen voor het eiland Kimboto aan de Suriname rivier om deze afleveringen van Healthy Creations op te nemen. Ik ben Meredith Yuria, fashion designer van de Mary Marion Lijn en host van Healthy Creations. Vandaag gaan we een heerlijke lunch maken en dat bestaat uit een zoete patat mash met aubergine en cauliflower wings. De ingrediënten: bloemkool, zoete patat, boulanger, Himalaya zout, kokosmelk, pure mosterd, sriracha saus, agave, rozemarijn, bananenmeel, komijn. We gaan eerst beginnen met de zoete patat. We gaan hem nu prakken. Ik zet kokosmelk erbij en ik heb ook al knoflook in gedaan. Dus nu gaan we even prakken. Die zoete aardappelen heb ik voorgekookt en het duurde ongeveer een half uurtje. Dus als je dat kan doen, is het het beste. Als je klaar bent met prakken, gaan we die kokosmelk toevoegen. Even goed mengen. Je zou dit ook in een food processor kunnen doen, dan wordt deze super smooth. Meer kan erbij. Zoete patat. De zoete aardappel staat op de 7e plaats op de lijst van belangrijkste voedselgewassen in de wereld. De soort is geen familie van de aardappel, want het is in feite een groenteknol. Het bevat ijzer, magnesium, kalium en vitamine A en C. Het gebruik is zeer veelzijdig en de knollen zijn lang goed te bewaren. Je kan er wat zout bijvoegen. Naar smaak. En dan is onze mash perfect. Onze mash is af. En dan gaan we door met het volgende. Volgende is onze aubergine. Je aubergine snij je door de helft. En daarna doe je kleine, ja, gewoon sneetjes in. Zodat alle sausjes goed in trekken. Ik strooi er wat zout over. En hier zo ga ik een sausje maken. Er zit mosterd in. Mosterd, sriracha saus en wat agave. Pure mosterd. Mosterd werd oorspronkelijk in China ontdekt.
De Grieken en Romeinen gebruikten mosterd niet alleen als smaak, bijvoorbeeld bij reumatische aandoeningen. Het werd ook gebruikt als conserveringsmiddel voor groentes. Kleine zaadje is een powerhouse van krachtige voedingsstoffen. En ik doe er nog wat zout bij. Rozemarijn. Nog een beetje zout. En dan kunnen we die maken. En dan kan je hem smeren over je aubergine. Je kan hem ook in die sneetjes doen. En dan is hij ready om in de oven te gaan. Terwijl de aubergines in de oven zijn, gaan we cauliflower wings snijden. We gaan de cauliflower snijden en daarna bakken. Die cauliflower snijden in kleine stukjes, zodat die lekker crispy wordt. Hier hebben we alle cauliflower gesneden. Ik heb wel wat kruiden bijgezet. Ik heb wat zout gezet en rozemarijn, zodat die een beetje kan gaan trekken en dat die flavor gewoon erin zit. We zijn hiermee klaar. Nu gaan we het beslag maken voor die cauliflower. In het beslag zetten wij bananenmeel, een beetje komijn, zout en een beetje rozemarijn. Eigenlijk kan je gewoon je favoriete kruiden erin zetten, zodat die gewoon de juiste smaak krijgt, smaak waarvan jij houdt. So, let's do that. En dan moeten we die cauliflower alleen maar nog gaan bakken. Rozemarijn. Rozemarijn wordt al sinds de oudheid gebruikt om het geheugen te verbeteren en te versterken. Het helpt bij de spijsvertering, chronische galaandoeningen, slechte leverfunctie, hoofdpijn en migraine veroorzaakt door lever- en galstoornissen. Maar let op, rozemarijnolieproducten kunnen allergische reacties veroorzaken. Nu zet ik de bananenmeel erbij. Een beetje cumin. En rozemarijn en wat zout. Even een beetje mixen, wat water bij. Zo ziet je, moet je beslag dan eruit zien. En dan kunnen we van start gaan met de cauliflower. De cauliflower komt in je bowl met beslag. En dan zijn we ready om het te gaan bakken. De olie is heet, dus we kunnen nu die cauliflower gaan bakken. We laten die cauliflower bakken totdat die lekker goudbruin is. Die cauliflowers zijn bijna af. Ze zien er echt geweldig uit. I can't wait to taste them. Die cauliflowers zien er al goed uit, dus we kunnen ze uit de olie halen. We zijn klaar met die cauliflower en nu kunnen we lekker gaan pleten. Ik heb net de aubergines uit de oven gehaald. Ze zien er heel goed uit. En nu kunnen we eindelijk gaan pleten. Ik begin met mijn zoete patat. Zoete patat, er komt een aubergine erbij. En heerlijke cauliflowers.
Om hem mooi te maken zet ik wat blaadjes. Ik heb verse dill en basilicum, rode en groene basilicum. Ik heb wat nootjes bijgehaald, walnoten. En nu ga ik ze even fijn snijden en erop strooien. Als laatste zet ik nog een sausje erbij. Je mag any saus, letterlijk any saus zetten die jij lekker vindt. To make it complete. En dit is onze final dish. Aubergine met zoete patat mash en cauliflower wings. Ik hoop dat jullie van deze aflevering hebben genoten. En ik hoop ook dat jullie het uitproberen. Ik ben Meredith. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.